Mijn naam is Michel Jansen. Ik werk voorformaat op de locatie Triodos. Duurzame locatie. Wij faciliteren hier lunch voor ongeveer 600 mensen. Het cateringconcept wat wij hier voeren is zoveel mogelijk duurzaam. Vegetarisch, ook wel vegan. En ja, eigenlijk in alles rekening houden met dierenwelzijn en milieu. En ook natuurlijk op het gebied van geen waste creëren. Foodwaste zien wij niet als een uitdaging. Foodwaste zien we hier op locatie eigenlijk als iets wat we gewoon doen. Of juist niet doen, laat ik het zo zeggen. En als we het doen, dat we het ook heel beheersbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan, wij doen bijvoorbeeld de groene stroom. Die verdelen wij onder al in 4 segmenten. 1 segment is puur rauw onbewerkt. Dat is voor compost voor de moestuin. Dan hebben we een gedeelte wat wel bewerkt is, maar zonder marinades. Dat gaat naar de dieren toe. Dan hebben we eierschalen. Die zijn deels voor de kippen. Dan hebben we een stukje lunchbereiding. En eigenlijk alles wat daarvan over is, dat wordt gewogen. Dus dat wordt letterlijk gerapporteerd. Orbisk is voor mij gewoon een fijn systeem. Ik had goede verwachtingen. Ik was eigenlijk meteen enthousiast. Het is heel simpel. Je loopt naar de keuken toe als je iets weg moet gooien. Dan heb je categorieën die je in kan drukken. Buffet, snijverlies of iets dergelijks. Nou, je houdt hem eronder, hij maakt een foto. Je gooit het weg, hij weegt het en hij registreert en slaat het op. En daaruit komt ook weer een rapportage elke week. En dan kan je eigenlijk letterlijk zien wat is nou je snijverlies in de ochtend geweest. Tijdens de lunch. Ja, en wat is het? Dat is het allerbelangrijkste. Je overkill. Dus wat staat er in het buffet wat er eigenlijk niet had moeten staan? Want ook dat wordt geregistreerd en weggegooid. Ja, en dan zie je wel dat je de afgelopen jaar best wel veel stappen hebt gezet om dat naar beneden terug te dringen. Dus je kan eigenlijk redelijk snel schakelen. Op het moment dat je een scheefloop hebt van joh, wat gaat er fout? Nou, dan kan je dat weer monitoren door wat wij nu doen met het Orbisk systeem. Door te wegen, joh, oké, wat kopen we in? Wat gooien we daarin weg? Maar wat zou je nog kunnen gebruiken om je marge gezonder te houden? Wat ik wil bereiken met Orbisk, ik hoef niet op een nulpunt te komen. Omdat ik gewoon niet geloof dat dat haalbaar is. Alleen ik wil op een acceptabel niveau komen waarin iedereen eigenlijk ook weet binnen ons team waarom we het doen. Ja, dat het gewoon heel belangrijk is om waste tegen te gaan. Food waste gaat veel verder dan het zomaar weggooien van voedsel. Het is ook de hele teelt, het hele proces daarachter. CO2-uitstoot, watergebruik, fossiele brandstoffen, noem maar op. Ga met dit soort tools aan de gang, want het werkt gewoon. Ja, je krijgt gewoon veel beter inzicht in wat je doet en wat ik echt aan kan raden aan een ander. Want ja, het geeft je gewoon een heel goed beeld over wat je doet en wat je kan verbeteren in de toekomst.